Ik ben Jolien Jansing en ik denk dat de kijkers, of liever gezegd de lezers, mij het meest gaan kennen eigenlijk van Humo. Want ik ben een journaliste die al vele jaren voor Humo schrijft. Dat doe ik vreselijk graag, maar toch echt mijn hart zit wel echt in de fictie. Dus ik ben eerst en vooral voor mezelf een fictieschrijver en dat met de jaren meer en meer. Zeker, ja. Dus ik heb dit jaar zijn er 2 boeken van mij uitgekomen. Dus ik heb de lente dit boek, is een roman, is uitgekomen bij de Arbeiderspers. Schramatica van een obsessie, is mijn debuutroman. En dan in het najaar dit boek, Mannenliefde. 10 liefdesverhalen over hele bekende homo-koppels. Vaak ook mensen die in de literatuur bezig zijn. Tom Lanois staat erin met zijn man. Gerrit Komrij met zijn man. Dus het zijn echt liefdesverhalen. Dus het zijn geen interviews over literatuur. Of geen interviews. Het zoveelste interessante interview met een interessant iemand. Nee, het gaat echt puur over de liefde. Dus ja. Het tweede boek, dit is non-fictie natuurlijk. Dus zoals ik al zei, mijn hart gaat het meeste uit naar fictie. Maar het tweede boek was leuk in die zin dat ik met heel interessante schrijvers kon gaan spreken. Dus er zitten nogal wat schrijvers tussen. En dat is altijd leuk als je graag iets doet om met collega's te gaan spreken. Of mensen die het pad al voor jou begaan hebben en te zien hoe zij het doen. En ik heb heel veel geleerd over mannenliefde, laten we maar zeggen. Want dat wist ik. Ik dacht dat ik geen vooroordelen had, maar ik zat er vol mee. Dus en die heb ik nu allemaal niet meer. Wel, ik denk in essentie gaat het allemaal om hetzelfde. Gaat het om liefde, warmte voor elkaar. Maar wat dat bijvoorbeeld mannenkoppels enorm goed kunnen, is het loskoppelen van seks en liefde. Waar wij vrouwen toch echt niet in schijnen te slagen. Of trouwens ook hetero koppels sowieso niet. En ik weet ook niet of dat zo'n goed idee is dat we dat nu gaan doen. Maar ik heb er wel van geleerd om de dingen wat te relativeren en eens anders te bekijken. En ja, zeker. Ik ga met mijn verloofde, want ik ben ouderwets verloofd, ga ik naar de zee. Heerlijk uitblazen en veel lezen, vooral veel lezen. Ja, dus ik werk aan een nieuwe roman en ik heb een mooie beurs gekregen van het Vlaams Fonds voor de Letterkunde en daar ga ik nu heerlijk, kan ik een paar maanden intensief gaan schrijven aan mijn tweede roman en ik heb heel veel research te doen en daar ga ik al mee beginnen aan de zee. Ja, absoluut, absoluut. Het is misschien voor de generatie, de mensen die deze film gaan zien, misschien niet iets dat zo direct aanspreekt. Maar als ik zeg Jane Eyre, Wuthering Heights, moet er toch ergens een lampje gaan branden. Het gaat over de Brontës, de twee schrijfsters Charlotte en Emily, die 2 jaar in Brussel gestudeerd hebben. En waar dat is eigenlijk helemaal niet zo bekend bij het grote publiek. Maar ze hebben hier dus 2 jaar in Brussel gestudeerd. En Charlotte is toen hopeloos verliefd geworden op de schooldirecteur. En dus ik dacht, daar zit materiaal in. Daar moet ik iets mee gaan doen. Ja. Wel, fictie komt uit mijn hart en uit mijn buik en de non-fictie komt uit mijn verstand, laten we het zo zeggen. Dus non-fictie, mijn reportages voor Humo, het boek Mannenliefde ook, dan zet ik mijn verstandsknop aan en dan doe ik dat zo goed mogelijk. En ik luister naar andere mensen, veel meer dan naar mezelf. Dus als journalist word je een beetje onzichtbaar en in fictie, waar ik ook over schrijf, ben ik heel zichtbaar en geef ik mezelf heel bloot. Zelfs als ik over andere mensen schrijf, al die personages zijn stukjes van mezelf uiteindelijk. Wel, ik moet zeggen, ik ben een beetje wereldvreemd mens. Dus ik zit heel veel thuis, hè, achter mijn computer of achter mijn boek. Dus ik ben echt een nerd, een boekenwurm. En ik ga niet vaak naar theater, nee. Ik ga heel graag naar de film, maar
daar gebeurt komt er ook niet zo heel veel van. Dus eigenlijk moet ik toegeven, ben ik niet zo waanzinnig goed op de hoogte. Maar vraag mij iets over boeken en ik weet het.